Hallo allemaal en hartelijk welkom bij Speel met mij kinderspeelgoed. Ik heb laatst Barbie's gezicht in een siliconenvorm gedaan. En toen heb ik daarna gips erin gedaan. Nu hebben we dit gipsgezicht. Hier, je krijgt er een beetje witte vingers van als je het aanraakt. En ja, de neus die was afgebroken. Dat heb ik toen maar geprobeerd te lijmen met secondenlijm. Het ziet er niet super mooi uit, maar goed, het is in ieder geval iets. En het is iets beter dan een hele platte neus. En dit gezicht ga ik beschilderen vandaag. En eigenlijk ga ik daar gewoon viltstiften voor gebruiken, niet eens verf. Ze zijn wel allemaal een beetje dik misschien. Je hebt hele dunne stiften ervoor nodig. Dus ik hoop dat het gaat werken. En hier heb ik nog een potloodje. Ja, en dan ga ik dus proberen om erop te tekenen. Ik weet niet of het gelijk de eerste keer al gaat lukken. Maar hopelijk gaat er een mooi Barbie gezicht uitkomen. En ja, daar gaan we dan. Zo, mijn Barbie gipsgezicht is nu klaar. En ik had het al gezegd, misschien moet ik nog een beetje oefenen hiermee. De viltstiften die waren echt een beetje te dik. Maar ik vind dat het toch voor de eerste keer helemaal niet zo heel erg slecht gelukt is. Ik zal eventjes het echte gezicht erbij leggen. Het is een beetje anders geworden. Maar het was in ieder geval wel erg leuk om te doen. En ik kan me wel voorstellen dat ik daar wat meer mee kan doen. En dat ik een paar verschillende make-up soorten kan bedenken. En misschien is iets anders wel beter om te gebruiken. Een fineliner bijvoorbeeld. Misschien hebben jullie wel tips wat je het beste kunt doen met gips. En laat ook maar weten wat je van deze Barbie vindt. Het haar is een beetje te geel geworden. Bij de ogen is de viltstift een beetje uitgelopen. Maar goed, toch kun je er nog wel een beetje herkennen. Wat vinden jullie ervan? Als je de video leuk vond, geef me dan een duimpje omhoog. Bekijk ook onze andere video's. En bekijk ook de video waarin ik die gipsafdruk heb gemaakt. En dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!